Sometimes we keep some things bottled so deep inside that they become bigger and bigger than they actually are, and we become smaller in turn. Hi, I'm Haider, the writer and director of Honeycomb. In Honeycomb, we follow a young Dutch-Pakistani Muslim girl called Mariam. Now, Mariam's in a bit of a dilemma and in over her head because she just found out that she might be pregnant and she doesn't know how to confront this news with her single mother. I grew up in a mixed family. My mother is German and my father is Kashmiri Indian. And this incoherent blend of traditional Islamic values coupled with European pragmatism was a bit of a mess. And while growing up, I had firsthand experience of the inability to talk about certain issues. And that inspired the character of Mariam. And what inspired her even more was my sister, who in search for meaning and in search for an identity, acted out a lot in rebellion. Hoi, mijn naam is Aisha Siddiqui en ik ga de rol van Mariam spelen. Ik voel mij heel erg verbonden met deze rol, omdat ik ook zonder vader ben opgegroeid. Mijn vader is op een vroege leeftijd overleden en ik heb daar nooit over gecommuniceerd met mijn moeder. Dus dat is dan wat ik had geleerd. En als er andere gebeurtenissen in mijn leven gebeuren, daar communiceer ik dan ook niet over. Daar heerst dan een soort van een schaamte overheen, alsof ik het allemaal zelf moet oplossen. Wat ik ook echt super interessant vind aan deze rol is dat zij moslim is. Ik ben zelf ook een moslim en ik ben natuurlijk in Nederland opgegroeid en mensen hebben een bepaald soort beeld van moslim zijn. En ook binnen de moslimgemeenschap. Maar wat ik zo interessant vind aan haar is dat zij haar eigen beeld heeft van moslim zijn. Bijvoorbeeld bij haar dat zij ervoor kiest om een hoofddoek te dragen. En soms niet. En die vrijheid die ze dan neemt van binnenuit, dat vind ik echt heel erg sterk. Dat maakt haar voor mij echt een sterke islamitische, feministische vrouw. This film for me is a cry to make sense of my internal world and I hope that it resonates with parents and children out there who find it very difficult to talk about certain taboo subjects like death, sex, pregnancy, abortion, even eccentric music tastes like heavy metal. Just talk, it's the easiest thing you can do. In order to bring Mariam's story to life, we really need your help. The complications that the COVID-19 pandemic brings for film productions are really challenging. But that's why our resolve needs to be a lot stronger and we really need to make this happen. Because it's in times of crisis and adversities that we always turn to art. So now more than ever, we really need your help. Do I need to clap? No. Oh yeah, this time we do.